Ik sta hier voor de H&M in Zwolle. Sinds kort is er vastgesteld dat bij het produceren van de kleding gebruik wordt gemaakt van angora-wol. Deze wol wordt geplukt van levende konijnen die gefokt worden in China. Wat is nou precies de reden dat consumenten zoveel waarde hechten aan het mishandelen van dieren? Wordt er dan wel nagedacht over het mishandelen van kinderen bij het produceren van kleding? Niet alle kleding die door kinderen gemaakt is, vind ik een slechte zaak. Als kinderen vanaf een jaartje of 12, 13 in bepaalde landen onder goede omstandigheden kunnen werken en ook toch nog naar school kunnen, dan vind ik dat, omdat ze een deel van het gezinsinkomen uitmaken, vind ik het geen slechte zaak. Net zoals ook hier mijn zoon in elk geval ook met zijn 14e al onder de tafel door graag in de horeca zelf wilde werken. Want dat kan. Dat kan ook je mentaliteit zijn. Is het op zich helemaal niet fout om met 12 of 13 al te werken? Als je zeker wist dat het in een kledingstuk zat, zou je het dan ook laten hangen? Of zeg je van, dat heeft vrij weinig zin? Laat ik het zeker weten hangen. Ja? Dan ga ik niet kopen, nee. En wat nou als ik zeg dat er ook een heleboel kleding wordt geproduceerd door kinderen? Laat je dat dan ook hangen of is dat voor jou een onbegonnen zaak? Als ik het echt zou weten van die kleding, zeg maar, dan laat ik het hangen. Maar ik denk dat je van heel veel kleding niet echt weet, zeg maar, wat erin zit of door wie het gemaakt is. Ik denk er zelf eigenlijk nooit zo goed over na. Maar volgens mij wordt dat wel zoveel gedaan dat je dat bijna niet meer tegen kan houden. Nee, want als die kinderen het niet zouden doen, dan zouden weer andere mensen het moeten doen. Dus eigenlijk, ja, van die kinderen die het doen, die kunnen daar weer van leven. U vindt het geen onbegonnen zaak, omdat er zoveel productie gemaakt wordt door kinderen die niet per se onder goede omstandigheden leven? Het is, als je gewoon heel helder nadenkt, analyserend erover nadenkt, is het eigenlijk binnen de huidige wereld op dit moment nog een onbegonnen zaak. Waarom? Omdat de meeste miljarden in deze wereld niet aan deze kant van de wereld wonen, aan de kant van de westerse maatschappij, maar aan de andere kant. Mensen daar hebben een nieuwe groep mensen wordt daar nu heel snel rijk. Een middenklasse ontstaat daar ten koste van een klasse die daar niet bij kan komen. Je kunt die producten boycotten, maar dan zijn er nog steeds genoeg afzetmarkten aan die kant van de wereld zelf. Dus de kans dat dat op snelle termijn verandert, is niet zo heel groot. Maar dat onthef je hier niet van de morele verplichting om daar zelf geen deel aan te moeten willen hebben.